Ik weet wel dat het een heel leuk interview wordt. Ja? Ja? Nou, ik ga heel erg mijn best doen. Maar, wij ook? Ja. Nou, dat wordt helemaal goed dan. Fantastisch. 10 jaar jubileum. Hoe is het mogelijk? Dat is mogelijk als je 10 jaar geleden begint. En dan wacht je gewoon 10 jaar. Jubileum. Successful symphonic metal band Epica gave a spectacular 10-year jubilee concert in the Klokgebouw in Eindhoven. The show, called Retrospect, drew a sold-out crowd of 4,500 fans. There was a live stream for the fans not being able to come, and there was a 70-member orchestra and choir on stage behind the band. Keyboard player Koen Jansen and guitarist Isaac de la Haye talk about 10 years Epica. In het begin stonden we nog in de oude Evenaar voor 30 man en ja, toen kregen we een nieuwe Evenaar op een gegeven moment. Die hebben we een paar keer uitverkocht ook. Nee ja, kijk, we zijn gewoon begonnen als enthousiaste jonge band, dat is alweer 10 jaar geleden dus. En er is een hele hoop gebeurd. We hebben 5 cd'tjes gemaakt en we hebben zowat de hele wereld over getoerd. En nu staan we hier. Ja, het is een jongensdroom wat dat betreft. Je komt met je muziek over de hele wereld en mensen vinden het nog leuk ook. En nu kunnen we gewoon een orkest uit Hongarije laten overkomen die ons gaan bijstaan. Ja, dat is gewoon kicken. I'm going to do the announcement in English because we have people from 50 different countries visiting us. Nou, we hebben publiek van uit meer dan 45 landen, wat al komt naar Eindhoven. Maar zeker ja, het is natuurlijk, we hebben een redelijk grote fanbase in Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Azië begint ook steeds groter te worden en ja, niet iedereen kan een ticketje Eindhoven betalen, helaas. Dus hadden we gedacht, nou, als we nou zoiets doen, een stream. Kunnen die fans die daar altijd trouw naar onze concert komen, kunnen ook meekijken. Wat is jullie het meest bijgebleven van die 10 jaar? Nou, die show in Hongarije toen met orkest en koor, dat was een van mijn hoogtepunten. Hij zat toen Isaac in de band kwam. Dat is me zo echt zo bijgebleven. Ja, mij ook. Dat was eigenlijk die dag daarvoor. Dat was nog een van de vetste dagen ooit, maar daar was je niet bij. Jammer. Oh man, daar had je bij moeten zijn. Ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen hoogtepunt gehad in deze band. Nee, ik vermoed, als ik het zo een beetje allemaal zie samenkomen nu, de laatste dagen, de laatste maanden, dan vermoed ik dat de komende Retrospect Show, dat die wel een uniek iets zal worden in een 10-jarig bestaan. En houdt het nog een keer op voor jullie? Nee. We hebben net een contract getekend dat we over 10 jaar weer met hun spelen, dus we moeten nog... Nee, ja, het hoeft ook niet op te houden. Ik bedoel, het is heel afwisselend ook. Nu is het deze show en dan daarna heb je dan meer ja, festivals of die tour dan, Australië en Azië. En dan een nieuwe plaat en dan ga je toch gewoon weer ietsje minder shows gaan doen en meer in de studio aan de gang. En dan is het ook weer promotie voeren daar naartoe. Dus je moet eigenlijk een beetje van alle markten thuis zijn. Ik heb een beetje het gevoel de laatste dagen alsof het juist pas begint of zo. Ja, niet dat het pas begint, maar het is echt op een of andere manier gaan rollen. Ik weet natuurlijk wel hoe dat komt. Want we hebben een goede manager daarvoor aangetrokken. Maar afgelopen week. We zijn dit aan het doen, we zijn op 3FM geweest, we zijn bij de Wereld Draait Door geweest. Ja. Nou, het Eindhovense Dagblad. En volgens mij zit er nog lang geen plafond aan. Nee, maar ja, we gaan echt voorlopig nog wel even door. Ja, als het idee is geweest, dan is het natuurlijk helemaal, hè, fenomen. Ja. Daar kan het helemaal niet meer misgaan. Ik denk dat ik dadelijk gewoon naar huis ga, dat ik denk, dat was het. Dat was het hoogtepunt. Nu kunnen we hoogtepunt stoppen. Heb je nog een boodschap voor de mensen die je zaterdag niet bij kunnen zijn?
naar de stream kijken, als je er niet bij kan zijn. Ja, dus sowieso is dat volgens mij een concept wat ik had er in ieder geval nog niet vaak over gehoord, dat je een show online, live kunt En niet één lullig webcammetje, hè, maar gewoon zeven camera's. Ja, een aparte mix, dus dat ook Full alles HD. Gewoon goed klinkt en goed eruit ziet. En dat is natuurlijk voor ons ook spannend, van hoe gaat het dan gaan, wat worden de reacties. Maar dat is ook voor, ik ben dan een Belg, mocht je het nog niet gehoord hebben. Maar het is heel handig in mijn geval, dat ook vrienden en familie, die hoeven dan niet... niet per se naar Eindhoven af te zakken, dus die wel te doen, maar als je in Chili woont. In Chili, ja, ik roep maar wat, daar hebben wij toevallig heel veel fans. En ja, lekker smiddags om 2 uur kan ja, je dan. Ja, zaterdagmiddag gewoon met het zonnetje en kun je gewoon na de soep, kun je gewoon een concertje heb ik en dan kan je daarna nog de kroeg in, ja. Napraten met al je vrienden. Ideaal. Hebben jullie ook dat besef dat jullie al zo lang populair zijn, zo populair en zoveel fans hebben? Kun je dat, ben je daar bewust van? Nou, het werd op een gegeven moment toen Facebook opkwam, werd dat wel snel duidelijk. Want wij hadden in 1 keer 1,5 miljoen likes. En dat is voor ons, dat klinkt een beetje arrogant, maar wij wisten niet beter. En dan ga je rondvragen bij andere bands en dan blijkt dat echt belachelijk veel te zijn. En dan denk je van, oh, nou dan... het is natuurlijk, je bent internationaal bezig, dus dan heb je al meer... draagvlak of zo. Je beperkt je niet tot Nederland of tot Nederland en België. Wat veel Nederlandse bekende, beroemde Nederlandse acts natuurlijk wel hebben. Dat zijn ook heel kleine dingetjes dan. Bijvoorbeeld voor die show is het zo dat we een guitar giveaway doen. Dus ik geef gewoon een gitaar weg. En dan die... Ja, dat is zo'n dingetje waar ik dan vroeger als kid, dan las ik ook die blaadjes en dan geeft iemand een gitaar weg. En dan dacht ik, wow, dat is hut van hut. En gewoon, ik dacht dan, ja, als ik die gitarist was, dan zou ik die gitaar wel houden. Maar, en dan gebeurt het dan nu ook, hebben we dat dan ook. En dan geef je denk, nog twee ja, weg ook. Ja, twee eigenlijk. Ja. En, maar krijg je dan, spijt van? Ja, misschien wel. Maar ja, goed, dan vraag die gewoon terug. Dat is alleen maar... Maar dat laat je niet filmen dan? Dat is dan daarna. Nee, ja, precies. Nee. Dan is van, hey, teruggeven. Maar dat geeft ook wel een beetje aan dat wij dan... Dat Epica voor zo'n gitaarmerk wel blijkbaar groot genoeg is en belangrijk genoeg dat er gitaren ter beschikking gesteld worden. Die gewoon ook zo weggegeven worden. En, dus zo'n kleine dingetjes, dat... toont dan wel aan dat het dan wel inderdaad wel best wel een grote band is. Maar als je daar zelf in zit, is dat heel moeilijk te nee, je kunt dat niet echt vatten van ja, want het is nu niet dat ik niet naar de Albert Heijn kan zonder dat, ja. Dat... Ik wou net zeggen, zondag sta ik voor de Albert Heijn en dan baal ik ook dat die dicht is. Ja. En maandag moet ik ook gewoon weer met de fiets. Met de fiets? Wat doe jij met de fiets? Boodschappen doen. Oh, moet ik daar weer komen betalen? Dat gebeurt nog steeds. Nee, vorige week dan ging die boodschappen doen. Toen belde hij me even geven. Belt hij me op, ja, kun je me even komen ophalen en betalen ook. Ja. Oh, je bonuskaart bij je toch? Nee, als Belg heb ik die niet. Nee. Dus daar heb ik dan natuurlijk weer gemist. Krijgt hij de bonuspunten en ik betalen. Ja. Betalen? Zo gaat het, hij krijgt 2 gitaren en dan mag hij toch wel een keer mijn boodschappen betalen. Dat is dan niet zo erg. Ja, nu dat het allemaal uitverkocht is hier, dan boeit het me niet meer of ik nu moet betalen of niet. Ik moet iets doen. Nee. Ik ben door mijn vragen, denk ik. Willen jullie nog iets kwijt? Willen wij nog iets kwijt? Ja, we hoeven eigenlijk... Ja, normaal maak je altijd heel veel reclame in zo'n item natuurlijk. Maar ja, het is uitverkocht. Ja, het is uitverkocht. Ja, dus... Paaspop. Ja, maar paaspop, daar worden wij dan niet rijk van. Of voor de... Of voor de Belgen dan graspop. Daar spelen graspop. Wij ook. Ja. Wat is er nog in de buurt? Doen wij nog iets? Australië. Ah, dat is niet... Nee, wij zijn Eindhoven dankbaar dat ze ons willen hebben voor deze show. En altijd wel, want we hebben flink veel effenaar gedaan altijd.
altijd leuk. En de meeste tickets, want dat kunnen we allemaal zien in het computerprogramma. Ja, dat wilde ik ook nog vragen. De meeste tickets zijn gekocht in Eindhoven. Dus de Eindhovenaren... Hebben we gewoon zelf gekocht. De Eindhovenaren zijn alom vertegenwoordigd. Ja. Dus laat je horen zaterdag. En dat mag ook voor de computer schreeuwen. Dat horen wij ook, dat is speciaal ingebouwd. Ja. Dat krijgen we allemaal via onze oortjes binnen. Dus, En interactie is dat dan, hè? Ja, ja. Ja. En wij zullen een keer zwaaien naar de mensen die hier voor de tv zitten. Ja, dat gaan we doen. Heel veel plezier en heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel.